Mijn naam is Luc Groot-Koerkamp, 18 jaar oud en welkom op mijn boerenbedrijf. Ja, mijn oom is plotseling in april overleden en ik werkte hier al 5 jaar. En mijn droom is om boer te worden. En ik had er al samen wat over gehad van, ziet zitten om boer te worden en vind je leuk en dat soort gesprekken. Maar verder nog nooit wat op papier gezet. En toen hebben we samen met de familie toen de schouders eronder gezet. En met z'n allen voor gegaan. Zodat ik in de toekomst nog een kans heb om boer te worden in Nederland. Want dit is ook mijn enigste kans. En daarom ben ik de familie er ook heel dankbaar voor. Dat ze er allemaal aan mee hebben gewerkt. En, dus. Ja, 's ochtends melken. Dan zorg je altijd wel dat ik rond 5 uur hier ben. En dan sluit ik de koeien op en dan doe ik de boksen. En dan begin ik met melken. En als dat klaar is, dan maak ik de boel schoon. En dan doe ik aan de andere kant de boksen. En dan ga ik de kalfjes voeren of de melkkoeien voeren. Ligt er ook maar net aan wat mijn vader aan het doen is. Dus ja, dat zijn een beetje de standaard dingen die je elke dag doet. Hoe heb je de taken nou verdeeld met je vader? Nou, niet echt verdeeld. Iedereen elke dag is anders. En elke dag kijken we even van wie het makkelijkst uitkomt dan. En er blijft eentje 's ochtends wat langer liggen. En dan gaat er eentje die 's ochtends vroeg begonnen is, die gaat 's avonds wat eerder naar huis toe. En ja, zo verdelen we het een beetje. Je hebt het overgenomen samen met je vader. Hoe is dat? Ja, op zich wel aan de ene kant wel leuk, maar aan de andere kant heb je ook wel eens discussies met elkaar. Want dan denk je van, hij zegt het zo moet, of hij wil het zo en ik wil het zo. En dan, ja, dan laat je elkaar maar even weer gaan en dan ga je alle twee wat anders doen. Ja, het heeft onze band wel versterkt, denk ik, in de positieve zin. Dus. Nou, hier melken we dan. Ja, dus dan maken we eerst de spenen schoon met een papieren doekje. En daarna stralen we de spenen voor. En daarna sluiten we het melkapparaat, melkstel eraan. Dus. En zo werkt het. Ja, mijn vrienden vinden het wel tof en leuk dat ik dit doe. Sommigen die zijn al nooit op mijn boerenbedrijf geweest. En, dan komen ze een keer af en toe zaterdags helpen en dan zitten ze echt vol verbazing te kijken van gebeurt het zo allemaal? Ja, dus het is wel leuk en gezellig. Ah, gelukkig kan ik nog wel aardig combineren met school en mijn mentor die heeft er ook wel veel begrip voor. Dus zo zijn we er wel samen een beetje uitgekomen. Als ik druk ben dan neem ik wel eens een keer een dagje vrij. En, maar voornamelijk probeer ik wel zoveel mogelijk op school te zijn en geen dingen te missen. Ja, we hebben net een bakje mais opgehaald en die heb ik net in een voerwagen gegooid. En ja, voor het voeren van de koeien. Ja, hoe mijn toekomst eruit ziet, ja. Ik woon hier nu nog zelf niet. En dat gaat in de toekomst wel gebeuren. En ja, en verder zorgen dat ik met mijn vader een mooi bedrijf van maak en met de rest van de familie. En zo blijf vernieuwen en toekomstbestendig ben.